De 5 kilometer lange wegstrekking van de nieuw weergevonden weg, die is geherasfalteerd, is vandaag opgeleverd. De weg is ook breder gemaakt en voorzien van wegmeubilair. OW-minister Vijay Chotkan sprak bij de opleveringsceremonie. Maar een van de moeilijkste problemen die we hier hebben kunnen oplossen, en ik mag dat trots aangeven, het is ons geluk. Het is ons geluk. Dat is ontwatering. Iets dat in Suriname nog steeds parten speelt wanneer we het hebben over woongebieden. Pelibisma etang. Unawatra. Unawawatra ina oso. Maar we hebben wel water nodig, want water moet je hebben om te kunnen overleven. Maar te watra kun je niet oso. En we hebben dat helaas nog in bepaalde gebieden. Maar ook daar zijn we bezig als regering onze aandacht aan te geven. Dat hebben wij kunnen oplossen. Ik heb net gereden, u ook. En u mocht aanschouwen een weg die niet meer onder water loopt. Waar ontwatering zodanig is doorgevoerd, het systeem zodanig is opgelost, dat wij voor de komende 50, 100 jaren en langer zelfs hier geen problemen moeten kunnen verwachten. Vicepresident Ashwin Adin benadrukte dat de aanpak van de infrastructuur een van de prioriteiten van de regering Bouterse is. En daar wordt keihard aan gewerkt. Omdat infrastructuur een van de basisrandvoorwaarden is voor productie en FDI's, Foreign Direct Investment. Zo heet u nog andere randvoorwaarden, we zeggen wetgeving. Wat waarnaar kijkt een investeerder, een investeerder als hij komt? Hij kijkt, is je infrastructuur aanwezig? Is je wetgeving aanwezig om dan zo een investeerder te kunnen faciliteren? Is die energievoorziening goed genoeg? Is je telecommunicatievoorziening, vooral in de moderne tijd, goed genoeg? En we zien dat in de afgelopen periode niet alleen wij geïnvesteerd hebben in deze elementen. Want als we kijken naar wetgeving, daar hebben we een infrastructuur opgezet om te kunnen zeggen, we gaan een volgende stap. We hebben de investeringswet in plaats gebracht die eigenlijk al bestond, maar niet actief was. De vicepresident Ashwin Adin vandaag bij de oplevering van het project herinrichting van de nieuw weergevonden weg.